even dit geluksmomentje vastleggen. Daar aan de overkant staan wij, de tent. In een lege, verder lege campingplaats, zie je. Verderop zijn nog wel wat campers. Daarachter, maar die maken ook gebruik van een ander toestelgebouw. Ik zit hier op mijn laptop bezig. Dingetjes voor school, ideeën te ontwikkelen, podcast te maken. Ik ben een podcast aan het maken over de Bijbel en de Koran. Dat is een hele spannende, wat voor reacties dat op gaat leveren. Maar het houdt me bezig en ik vind het belangrijk. Wij genieten even nog even hier van de schoonheid. Goedemorgen, de dag van de arbeid, 1 mei, laten we het doen. Ondertussen enorme drukte langs de weg hier. En dat gaat de hele nacht door, mensen op de dag verhuizen, rennen allemaal naar Bosnië. De Bosniërs, die hebben dan natuurlijk de gastarbeiter in Duitsland en Oostenrijk en Slovenië. Die komen even terug. En we hebben vannacht een aardbeving beleefd. Best een hevige, ook nog vlakbij, 30 kilometer hier vandaan. Bij Sloen, aardbeving 4,5 zeker, misschien iets zwaarder. Dus we werden wel van wakker, 5:30 vanochtend. Wat laat ik hier zien? Bij de toren van Babbel, de Babbeltoren, heb ik hier werkplaats om stoelen te repareren. Dus ik heb gisteravond bij het terugkomen van de zee even 2 stoelen in de hammerride gezet. Kijken hoe dat gaat. Nou, dat gaat eigenlijk prima. En nu is het idee om die te vertimmeren. Deze 4 stoeltjes. Tot iets waar je op kan zitten. En dan kijken hoe dat bevalt. Dat zitten en die stoeltjes. En dan heb ik hier nog een stapeltje. Om te doen. Te repareren. Sheryl Friggle, wat worden die leuk. Gewoon kunst bijna. Dan moet ze nog een verfje. Dat wil Emma wel doen, zegt ze net. En dat zijn er 2. Ja, het is redelijk veel werk natuurlijk. Maar ik moet denk ook, als je smaak te pakken hebt, dat het met andere stoelen sneller zou kunnen gaan. Ze tikken, maar daar zitten gewoon lekker. Ha, koffie. Mickey en Emma helpen ook. Papa. Hoi. Ik ben pas begonnen, hè? Voor stoeltjes. Papa.
een bak van 70 kilo. Moet die even alleen tellen. Links af, links, andere links. Om het snijlon heen. Wat een single. Ik ga hem even helpen. Dat wil hij niet. Ondertussen heb ik van een oude pallet een nieuwe bank gemaakt. En mijn test goedgekeurd. Ga eens even liggen, even kijken of dat gaat. Als er twee op zitten gaat ook. En het is dus bij de toren. Zo gaan we een leuke dingdongdingels maken bij die toren. Hangmatten moeten er komen en schommelstoelen. En Samuel is de motorzaag aan het mollen. Mooi bankje. Het is gaan regenen. Samuel en Emma die zijn weer heb ik afgezet aan de grens bij Bosnië. Daarna ben ik zelf in slaap gevallen. En nu loop ik hier op de woensdag 1 mei een beetje verloren door het kamp. En te verbazen over de lengte van het gras. Wat ik hoop voordat ik vertrek. Nog, ja, het liefst. Kijk, dit is gewoon helemaal struikgewas. Weer gehoord, dit is echt 2 weken geleden allemaal gemaaid. Bewijs mijn vlog. Anderhalf uur geleden is de stroom hier weer eens uitgevallen. De dag van de arbeid. Ik probeer een koffie te zetten. Oplos koffie. En dan op het kacheltje heb ik daar een potje staan. Nou, zo deed ik het vroeger. Vanaf 1999 zit ik hier. Geprobeerd een project te runnen. De eerste 4 jaar was dat zonder stroom. En met dit soort prikkelen. Nou, donderdag. 2 mei, ik ben wel later druk aan het maken. Ik ben renovatie van de vloer bij de douchegebouw. Deze kant is dat echt netjes. Ja, hier was ik in dubio. Ik ga er toch deze... aan deze kant wat overheen smeren. Dus even aan het inhakken, al onkruid weg en zo. Dan ga je steekjes die kapot gaan. Daar ga ik ook overheen smeren. Nou, deze nog even niet. En dat doe ik misschien ooit. Dezezelfde verhaal. Zit nog redelijk netjes bij. Daar wel, die hoek wel. Peter. Beter deel 2. Ik moet er niet aan denken dit in de zomer te gaan doen. Dan ga je gewoon dood van de hitte. Ja, overdreven misschien, maar daar moet je nog voor oppassen ook. Nu is het zonnig. Het is denk ik 20 graden. Ook dan is het oppassen met die zon. Die zon is heftig hier hoor. Maar dit wordt leuk, dit wordt mooi. Dit ga ik dus met dit witte tegeltjeslijn insmeren. Blauwe dingen eromheen. Ding dong dengels hier zoals hier. En dan... had je idee. Nou, even door nog. Nou, het grasmaaietje. Ik ook wel een hele eind eigenlijk. Maar dat laat ik even aan Samuel over. Die is, komt er zo aan. Oh shit. Oh, die planken. Shit. Ik ben benieuwd. Oké, okay, nou, weet je, in het midden blijven gaan, want dan staan die paardjes stuk, hè? Wat heb je? Ja, dat doe je goed. Ja, handje hebben we al af, hè? Dat is
en die schakeling moet omhoog. De koppeling, als je koppeling, gas en koppeling gaat een beetje samen. Zo, de koppeling laat je los en het gas omhoog. Staat jullie in één? Nou, beste kijker, daar zit ik dan. Jij ziet niet dat ik hier zit, want de voorkantcamera is slecht van mij. Dus de achterkant, nou, dan kan ik praten, kan kijken of ik het wel toch op krijg. Zo. Om nog even wat te zeggen. Het is de laatste avond, niet van mijn leven, maar van verwacht ik niet tenminste. En van mijn verblijf hier in Kroatië van dit seizoen, zeg maar. Ik ben hier bijna 3,5 week geweest en de tijd is snel gegaan. Er is heel veel gebeurd natuurlijk. Ik heb de leerlingen hier ontvangen. Ik heb eventjes niet gevlogd de laatste dagen, zover ik weet. Ik was een beetje van de wereld of zo. Die laatste dagen is altijd, nou, ik weet niet, ik zou bijna zeggen onheimisch of zo. Een beetje een gek gevoel. Het is al afscheid nemen van. Deze keer niet zozeer dat ik nog wat dingen allemaal af wil krijgen. Ik ben nog wel dingen aan het doen. Stoeltjes dus gemaakt en je ziet in de vlog. Maar niet projecten die ik beslist af wil. Wel wat ik beslist wilde is met mijn studie. Ik moet nog een examen algoritmiek doen. Daar kom ik sumier aan toe. Nou, vanavond ben ik nog eventjes heen en weer geweest. Nou, word je niet, ik kom net terug eigenlijk. Ik moest geld pinnen, want maandag wordt hier dan zand gebracht. En dan moeten we dus cash betalen, gaan de buren doen. Ik moest even pinnen. Zand, want dan kunnen we een tweede camperplek, terrassen, verder paadjes maken als ik weer terugkom straks. En dat is in de zomer, 15 juli verwacht ik. Goed, ja, dus deze twee dagen moeilijk doorkomen, zal ook met het weer te maken hebben. Regenachtig, ja, triestig is het al vanochtend. Samira en Emma weggebracht naar het vliegveld, Zagreb, die zijn terug, zijn veilig aangekomen, super, morgen vroeg. Ga ik Samuel ophalen uit Bosnië en dan vertrekken wij met de bus, mijn bus, beroemde bus, naar Nederland. Twee dagen kunnen we slapen in de kerk in Passau. Super, wat een knal, dat was de kachel. Ik heb dus de kachel aan, het is dus niet mooi weer, ook niet warm, helemaal niet. Ik heb wel, wat ik trots op ben, is ik heb heel veel boompjes geplant deze weken. Ik kom zelfs op 31 boompjes. En ik hoop dat morgen als ik wakker word dat het dan toch nog even zonnig is. Volgens mij is het kans redelijk dat er dan wat zon is. Dat ik nog een paar leuke opnamen kan maken. Even een rondje door het kamp. Te zien wat er uiteindelijk hoe het ervoor staat op dit moment. Ik ben er wel content mee. Het wordt echt wel meer een soort van park met al die boompjes. En ja, gras is deels wel gemaaid en deels niet. Maar je huisjes staan er netjes bij, het café is vrij netjes, het is gewoon een leuke toeven hier. Oké, nu ga ik stoppen en ik ga even lekker aan de koffie nog even, om 11:30 is het nu. En dan ga ik even een playlist samenstellen, onderweg te luisteren. Playlist zal gaan dus over algoritmiek. Videootjes doe ik in YouTube, maak ik een playlist van. Videootjes, en kan ik dan aan mijn oren dat. Een eindtijdprofetieën ga ik ook altijd luisteren. Van Bijbelse profetieën, niet een of andere sjibbeldobbel. Studie, daar kan ik een beetje nadenken. Nadenken en draaien, dat helpt mij wel om gefocust te zijn, ook op het draaien. Goed, goeienacht. Even kijken, hoe moet die uit? Zaterdagochtend, we gaan vertrekken. Er komt even zon doorheen. Het is 8:00. Bijna, denk ik. En dus ik loop toch even door het kamp op mijn pantoffels om te laten zien van mijn boompjes vooral. Kijk, rondje door het kamp. Ja, als het echt zonnig blijft, misschien doe ik dat. Ik moet zo Samuel ophalen en dan moeten we ook zelf eerst even door het kamp lopen voor nog wat dingen op te ruimen, aan de kant te doen. Goed, ik heb dus boompjes geplant. Hier is mijn walnotenboompje. Daar is een kersenboom, 13 coniferen, 9 walnotenbomen, 2 kersenbomen, 4
4 perenbomen of appelbomen. Zoiets. Nou, hier zie je dus een appelboom. Ik hoop dat je het ziet. Oh, dat is een kruiwagen. Hier is nog een appelboom. Die heb ik gisteren gedaan. Hier is een kersenboom. Een kastanje. Dat is een tamme kastanje. Die staat hier bij dit plateau. Hier zijn appelboompjes en een tamme kastanje bij het plateau. Nou, leuk toch? En dan komen we bij de caravan. Daar staan dan als eerste die coniferen twee. Bij elk huisje caravans heb ik conifer gezet. Daar staat een kersenboom. En dan komen we bij de andere caravan. Die kleine. Daar staan ook aan de zijkant coniferen. En dan wordt het donker. Coniferen hier aan de zijkant. Twee. Dan staat hier de appel- of perenboom van Tom. Die van Tom gekregen. Die is heel goed aan de uitlopen. En daar die andere ook. Dus één is de appel, anders de peer. Ik weet niet meer welke. Hier dat die walnootboom. Die lijken hier heel zielig bij te staan. Maar dat is eigenlijk helemaal prima. Dus het is toen even vorst geweest op bruine bladeren. Maar die knop begint alweer uit te lopen. Dat geldt voor eigenlijk voor al die boompjes. Dus dan krijg je die walnootbomen. Die staan langs dit pad. We hebben hier een boom. Ik denk dat dat een lijsterbes is eigenlijk. Kijk, dat is ooit een klein stukje geweest. Wild. Er is een enorme boom geworden. Die staat hier aan de overkant nog heen. En ook nog daar een walnotenboom. Kom ik bij de huisjes. Dan staat hier, deze is het meest zielig. Die heeft het minst kans om nog iets te gaan doen. Maar ook die heeft wel een kans. Dan kom ik bij de huisjes. Nou, dan heb ik ook nog trouwens een druif. Heb ik ook nog geplant. Dan heb ik twee druiven. Die gaan hier over dit ding heen groeien. Als het goed is. Dat geldt ook voor dat andere terras daar trouwens. En dan heb ik hier conifer. Hier staat een conifer. En dat staat helemaal in een rij. Dus hier is dan een walnoten boompje. En hier allemaal coniferen hier geplaatst bij de huisjes. En 1, 2, 3, 4, 5, en wat die erbij is, 6. Dus echt coniferen langs dit pad en een beetje voor de huisjes. Dus dat, die groeien redelijk goed, heb ik al ontdekt. Hier is er nog één trouwens. Dus dat regelt snel wat schaduw. Ik ga zien, de zomer al misschien, hoe snel dat groeit. Hier staan er 3 voor dit schattig huisje. Er staan dus 3 coniferen. En een mooi uitzicht. En niet vergeten, achter het douchegebouw, daar heb ik 2 peren, 2 appels geplant. Hier zijn 2 walnotenbomen aan het opkomen. Die zijn gewoon overkomen waaien van mijn andere bomen. Ik heb hier wel 10 grote bomen staan. Daarachter staat een hele grote. Dus dan krijg je hier ook van die stekken. Vlak voor het douchegebouw. Wel een mooie plek ook nog. Dus nou hier deze appel. Dit is een appel, die lange. Dat is een peer. En dan is daar nog een appel. En dan is nog een peer. En dan komen dus hier dan ook nog terrasjes. Dus zo heb ik toch steeds meer een soort park. En zeker als de natuur zijn best gaat doen. En dat is hier altijd wel het geval. Meer de uitdaging om die boompjes heen te blijven maaien. Maar de groei van die boompjes, daar maak ik me niet zo druk om. Dat gaat wel goed.